En welkom terug mensen van de Discommander. Vandaag weer een nieuwe video. Dit keer over hoe je mensen kunt detecteren en ze hun actie laat uitvoeren op verschillende manieren. Nou, het zijn meerdere manieren, dus ik denk dat we snel aan de gang moeten. Laten we dus maar meteen beginnen. Nou, als eerst moeten wij zorgen dat we gewoon gaan detecteren, dat is de eerste stap. Dat kun je met twee commands doen. Bij command symbols, dat is de test command. Gewoon een command blok. En daar kunnen we inzeggen. Je zet het, kan ook test voor of kan in chat. En dan kijk je voor wie je test. Voor alle spelers of wie er online zijn. Bijvoorbeeld, dus dit is een hele simpele. Dus bijvoorbeeld, snel. Gewoon simpele, hier, hè. Je heeft mij gevonden, want ik ben online. Als je het apenstaartje even maakt, zal je er heel veel vinden. Kijk, ja, die laat hij in eerst zien. Dichtbij zijn, die laat die konijn zien. Geen idee wat konijn is, maar ergens is een konijn. Nou, deze is gewoon heel simpel, kun je eigenlijk niks mee. Het enige wat je kunt doen is, als je een slinger van command blocks maakt, gewoon dan toevoegen zo. En dan deze conditional, dan zie je al, die werkt alleen als deze iets heeft gevonden. Nou, meteen naar nummer 2. En dat is hem, diegene ook echt een commando laten uitvoeren. Nou, het commando laten uitvoeren. Eigenlijk lijkt het er een beetje op, alleen dit keer zijn dit twee commands in één. Ik zou hem eigenlijk, ja, dat hoeft trouwens deze niet. Wat ik doe, is de execute commands. Execute. En dan degene die wil, doe weer even alle spelers. En dan moet je een locatie, dat is niet belangrijk. Dat betekent eigenlijk, je voeg je eigenlijk een comment aan toe daarom. En dat is op de plek waar die de comment moet uitgevoerd moet worden. En dat is niet belangrijk. Dus die hebben, dus we hebben de apenstaartje, ja, dat is alle spelers. Dan kun je gewoon, alsof het er niet staat, gewoon een comment typen. Dus in ieder geval, kan ik zeggen, C, hoi. Nou, dat is niet. Dus als je iemand vindt, hè, zie je in chat, hij zegt hoi. En dan staat Dutch Commander, omdat hij nu dus, omdat hij mij executeert, zeg ik hoi. Maar stel, ik zou gewoon C hoi zeggen, dan staat er een apenstaartje van een commandblok. Nou, en die kun je alle commands gewoon aan toevoegen en je kunt er als je wil gewoon nog een execute command aan toevoegen, wat je wil. Nou, nu gaan we het nog iets ingewikkelder maken. Met zelfs nog detecteren, dus nog ingewikkelder detecteren van een blok. Oké, dus ingewikkelder detecteren van een blok. Nou, hier, command die we net hadden gemaakt, zet je nog die C hoi, kan je even wegdoen, maar hebben we je execute apenstaartje A, hè. Zet nog achter detect. En dan zetten we een locatie eronder. En dan die kan je zelf weten als het meest gebruikte is detect. Hoogstreepje, daar hoogstreepje, min 1, hoogstreepje. En dan kun je een blok zetten. In die geval zal ik, doe ik even gewoon grass. En dat heeft een 0. In ieder geval, dan moet je anders kijken. Als jij, wil hoe dat makkelijk kunt zien. Als je F3 en H tegelijk ingedrukt houdt. Kijk in chat. Hè, advanced tooltips, hidden en shown. Kijk, met shown zie je hier al. He, onder staat zo Minecraft Stone Button. En dan staat het getal bij. Maar stel ik pak wol. Hier, blauwe wol. Die heeft erachter nog iets staan. Een slash 3. Dat betekent dan, die is de Minecraft wol eigenlijk nummer 3. En dit is slot 0. En maar zwart is wol nummer 15. Maar eigenlijk anders dan de meeste gebruik je daarvan 0. En dan kun je de comment doen. Dus eigenlijk wat je niet kan, nu kan ik nog een keer C hoi doen. Wat je nu doet, als ik hem wel, ja, hè, als ik op gras sta, zegt hij hoi, want hij ziet, hij zegt van, hey, het blok onder dus commander is gras. Dan sta ik hier, en ik druk de knop, dan zegt hij niks, want, hier staat hij al, hè, hij kan detect, dat klopt niet met wat er hoort te zijn, want onder mij zit geen gras, maar een commandblok. En die kun je dus weer alle commands toevoegen. En laten we nog even gewoon iets leuker maken.
waarbij je dit heel veel kunt gebruiken, is om te zeggen, bijvoorbeeld dus, zoals ik zei, rule 1, dan, en dan, ik doe even 13, en dan, volgens mij is dat groen, en dan doen we een effect comment geeft, effect, apenstaartje P, jump, boost, voor 2 seconden, jump boost 10, en geen particles, dus waar. Als we dan wol pakken, groene wol, goed gezien, hè, nu sta ik maar zo, maar als ik hierop sta, nou, ik kan wel always active en repeat, bij zo'n dingen, zie je, dan krijg ik een hele hoge jump boost, voor 2 seconden, en hier niet meer. En dan kun je echt maar alles doen, dus zelf wat zet je er een rode wol neer of rood klei. En zeg je erbij, als je erop staat gaan, moet je degene dood laten gaan. Dan, of je kunt dat doen als ik erop sta, teleporteer naar die. Alleen als je dit hebt, dan doet hij het bij alle blokken die groen zijn. En dat is misschien wel handig, als je het wilt doen. Dan kun je nog eventueel een radius aan toevoegen bij apenstaartje A. Maar, ja. Dat hoeft niet. Nou, door naar de volgende. Dat is het ingewikkeldste van allemaal nog. En dat is detecteren zonder dat je er iets van kan zien. Zo, dus er staat detecteren zonder dat je er iets van kan zien. Hiervoor gaan we mijn armor stand gebruiken. Je moet een kleine comment uittypen. Zet ik in de beschrijving. Net als alle andere comments. Zou ik zeker even daar nog nakijken. Wat we als eerst gaan doen is we gaan een armor stand invoeren. Summon armor stand. Op mijn locatie. En dan moeten we nog een tag in doen. Invisible. Dubbele punt 1b. Comma. Custom name. Dubbele punt. Hoge haakjes. En noem ik gewoon F1. Hoge haakjes. Afsluiten. Nou, als nieuws is hier een armor stand gespand. Hè? Kijk. Wat je nu zou kunnen doen, ik ga nu even het blok zetten zodat we weten waar die staat. En dat heeft geen invloed. Game mode 1. 1 is, ik denk nu dat die naar beneden valt. Gaan we dat gewoon even opnieuw doen. Ik maak er een zandblok van. Gaan we hem hier spawnen. En noem ik hem even. Noem ik hem even 0 dan, waar we net al 1 hebben gebruikt. Zo, dus hier staat nu allemaal stand 0. Weer, hup. Nu gaan we dit dus veranderen, zodat er, als je daar op dat running gaat doen, dan gaan we eigenlijk execute. Apenstaartje E, type is armor, laagstreepje stand, comma, name is 0. Dus, zo, nu gaat hij alle armor stands opzoeken die naam 0 heten. Daarachter gaan we zetten, dan gaat ze vanaf die armor stand moet nu gaan kijken van, zie ik in een radius van zoveel blokken een persoon komen. Dus execute, apenstaartje A, R is 1 bijvoorbeeld. Zo, en nu kunnen we er een comment aan toevoegen. Eventueel is nog zo'n detect. Wat ik ga doen, hey, ik ga even als eerst even gewoon simpel C hoi. Hey, always active, repeat. Dus hier stond het armstand. Als ik hier nu in ga staan, zie je, dan detecteert hij mij. Als ik nu hier nog in spawn, hey, zie je, dan zegt hij het ook. Even die, kijk, dan zegt hij het ook. Omdat hij ziet, oh, hier is allemaal set. En zo kun je het ook doen als ik er stiekem doorheen loop. Dus even spawn point hier. Als ik nu zeg kill. En ik loop erin. Oh, vergeten nog. Kill apenstaartje P, want... ja, dus je komt er in de buurt en je gaat dood. En dat geldt nu ook voor deze. En zo kun je hier alles mee doen. Kun je het allemaal opstapelen. Verschillende manieren om mensen te detecteren.
Nou, hopelijk heb je iets van geleerd en kun je toepassen in iets van je map of weet ik veel wat, je wereld, wat je wil. Nou, bedankt voor het kijken. Bye.